Het is de laatste voor vandaag, Thijs. En eentje om in te halen van speeldag 6. En het wordt een klepper tussen twee jongens die eigenlijk verwacht worden in de top 8, maar er alle twee niet in staan. En dat is Miran en Abdulawais. Ja, allebei niet geweldig aan het seizoen bezig voor het moment. En Miran daarnet nog tegen Nico verloren. Een beetje onverwacht als we het op voorhand hadden moeten opschrijven. En Abdulawais gelijk gespeeld tegen Zak Bentato, wat geen ramp is, maar was zichtbaar ontevreden van zijn spel. En vandaag komen ze tegen elkaar uit en wordt het wel een spannende wedstrijd, denk ik. Vorige week dus uitgesteld omdat FIFA moet plaatsruimen voor examens. Hè, prioriteiten noemen ze dat. Maar Abdulawais die gaat zich willen verbeteren. En Miran die moet vooral... verbeteren is het zelfs niet. Gewoon zijn niveau maal 7 doen. Ja, want het is bij Miran eigenlijk een seizoen van... hoge hoogtes en diepe dalen eigenlijk. Terwijl je bij Abdulawais zo het gevoel hebt van... Die moet nog wat uit de startblokken kunnen schieten. Ja, er zijn momenten dat je door hebt. Oké, dit is Abdulawais, dit is hoe hij speelt. Ja. En als er geen druk op zijn schouders ligt, dan moet je misschien spelen. Dat is onwaarschijnlijk. Absoluut. Maar dat komt er hier niet uit. Het is ook een beetje verlammende druk. En dat is jammer voor die jongen, want die zit toch in een goed project. Die wordt goed omkaderd. En dat moet er toch stilletjes aan op een of andere manier kunnen uitkomen. Ja, en eigenlijk kunnen we stellen dat het nieuwe format van de Proximus E-Pro League sinds dit seizoen, waarbij er dus één vertegenwoordiger is voor de hele competitie, en waarbij je dus tegen de crème de la crème, zal ik maar zeggen, van de Belgische FIFA-scene wekelijks moet spelen. Dus je moet ook echt wekelijks on point zijn en top zijn en zo niet. Ja, dan heb je het moeilijk. En Abdulawais ondervindt dat nu. En... Ja. Ja. Het voordeel is natuurlijk dat als je vorige seizoenen, als je een off-day had, had je een off-day. En was het eigenlijk gedaan. Nu kan je iedere week wel herpakken en dat is wel handig. Maar Abdulawais lijkt zich niet echt te herpakken. Ik meen enkel te herinneren tegen een Jelle Maas, een van de zwakkere tegenstanders, dat hij dan heel indrukwekkend speelt. Maar hij moet het ook beginnen tonen tegen de jongens die voor die top 8 gaan. En daar ontbreekt het hem momenteel nog een beetje aan. Ja, en bij Miran eigenlijk een beetje net hetzelfde. Want Miran, vorig seizoen, die kwam er maar pas bij in de play-offs. Die werd meteen in die play-offs uitgeschakeld. Dus die heeft over heel zijn seizoen maar 3 wedstrijden moeten spelen als profspeler van KV Mechelen. Ja, dat is niets, hè. Dat is bitter weinig. Als je nu ziet, nu moet hij sowieso minstens 17 wedstrijden spelen. Dus hij heeft nog tijd om het niveau op te krikken en om te zoeken naar die top 8. Maar ik heb nu al de indruk dat Miran wel een van de jongens gaat zijn die er ofwel net in of net uit gaat vallen, als het zo blijft duren. Ja, en het kan wel eens spannend blijven tot aan de laatste speeldag. Maar hij gaat zich toch moeten herpakken, want we hebben gezien tegen Sven Roosted dat hij wel kan uitpakken. Ja, zeker. Maar dat komt er maar moeilijk uit. En oké, hij heeft examens gehad, zal weinig kunnen spelen hebben en wil dat wereldrecord in die speedrun op Minecraft doen. Maar hij moet zich toch wel beginnen herpakken, want hij staat niet op de plek waar hij moet staan en het is jammer voor hem en vice versa voor zijn tegenstander dat ze vandaag tegen elkaar komen en dat ze niet tegen een uit de lagere niveaus, om het zo te zeggen, komen. Maar dit wordt toch wel een serieus steekspel. Benieuwd wat het gaat geven. Miran die meteen naar zijn aanvallende formatie gaat switchen. Dus dat is leuk om te zien, dat hij meteen de vlam in de pan wil steken. Ja. Wernerson dan maar voor KV Mechelen met Bonny. Beide heren moeten dus hun niveau wat opkrikken. Zoals je zei, Abdulawais 1-1 gelijk gespeeld tegen Zak Bentato. Het ging minder af voor Miran vandaag. Wernerson even zoeken. Vindt Van Lerbergen. Toen hij begon te drukken aan de goal van Nico, was hij indrukwekkend, maar het was te laat. Het was te laat. Scoren zat er toen eigenlijk niet meer in. Kaya nu, opletten. Kaya kon bijna doorgaan. Munoz, die zat ertussen. Heine. Opent tot bij Preciado en Kouassi. Ik denk dat beide niet echt iets hebben aangepast aan hun startelf. Nee, Abdulawais nog steeds met die 5-mansverdediging. Alhoewel, Ito lijkt nu in de spitspositie te staan. Of was dat daarnet ook met Onuwachu? Dat was daarnet ook zo. Of was het Limbombe? Ik weet het niet goed. Torstvedt nu. Sowieso geen Bongonda in de spitspositie. Goeie bal nu. Op Preciado de voorzet naar de grote Onuwachu. En ik dacht dat het Simon Voet was die ertussen zat. Druif nu. En de counter van KV Mechelen met Miran Storm. Gaat hij de achterlijn halen? Wat gaat hij doen? Oef, dat is een rare bal terug. Ja.
Hij begrijpt het zelf ook niet helemaal. Ja, altijd heel expressief natuurlijk, die Miran. Limbombe in een centrale rol dus. Preciado naar binnen knijpend. Onuachu zoeken en vinden. Heine. Het is voorlopig allemaal op de rechterkant te doen bij Genk. Gaan we eens aan de andere kant met Torstvedt. Ito, opletten. Goed verdedigd door Voet. Probeert daar met de contextual bridge een beetje ruimte te creëren, maar iets te vroeg ingezet, waardoor Miran er vrij goed op kan inspelen. Boni opent op Wernersson. Storm. De studieronde tussen de twee nog altijd een beetje aan de gang. Ja, slechte pas weer. Heine. Ja, het is nog een beetje aftasten. Hè? Net als twee honden die elkaar precies net leren kennen. Ja, eventjes snuffelen. Goed ertussen gezeten door Druif. Cabore. Daarnet niet gescoord, denk ik, Druif, of wel? Durf het niet meer zeggen. Ik ook niet. Kaya dan maar. Van Lerbergen. Ja, goed geopend. Wernersson. En Druif neemt hem niet zo heel lekker mee. Met een gelukje had hij hem nog voorbij Munoz kunnen doen. Maar overname Abdoulawais. Limbombe. En Wouters. Wouters, stond hij er net op? Nee. Preciado. Ja, ja. Centraal in de verdediging. Toch wel? Oké. Okay. Hier is Heine en Torstvedt. Onuachu. Limbombe, opletten geblazen. En Voet, ja, die staat er telkens mooi tussen. Uitverdedigen mislukt bij Miran. Opnieuw dus de overname. Abdoulawais, Onuachu, Limbombe. Ja, en Onuachu nog niet echt de impact in de Proximus E-Pro League, zoals hij dat in de Pro League wel kan doen of kan hebben. Limbombe. Hij mag me meteen tegenspreken. Maar voorlopig komt hij niet aan de bal. Torstvedt had hem kunnen openen naar Uronen, maar kiest voor de tik terug. Torstvedt opnieuw. Nu is Uronen wel aan de bal. Lang uitgesponnen aanval van Racing Genk. En Onuachu met een mispaas. Ja, dat is veel balbezit gehad hebben, maar er eigenlijk niets mee gedaan. Nee, er waren 2 à 3 momenten waarbij wel de reverse elastico zou kunnen doen om dan zich vrij te spelen. Die doelpunten die we van Zimmet zagen, maar dat doet hij dan niet. En dat is een beetje vreemd, want normaal verwacht ik van Abdoulawais wel net dat soort dingen om door een defensie te breken. Uronen, we zitten aan 53% balbezit voor Genk. Dus ietsje meer dan KV Mechelen. Heine. Ito. Uronen. Torstvedt. Zoeken, zoeken, zoeken. Ben je nog wakker, Matthias? Ja, zeker weten. Limbombe. Opletten, Onuachu. Nee, kan er als een stormnaam niet doorgaan. En dan het cadeautje van Miran. En de goal. Oh. Dit is wel een hele zure appel hoor voor Miran. Goedkoop doelpunt voor Abdoulawais. Maar Miran een beetje hetzelfde verhaal. Het zit hem eigenlijk niet mee. Vorige wedstrijd ook 2 keer goed op de paal getrapt. En hier net onder de keeper door. Geeft de bal eigenlijk dom weg. En dan goedkoop doelpunt voor Abdoulawais. Die wel aanspraak maakte op een doelpunt, althans op basis van het balbezit. En balbezit vooral in de final third. Maar dit is jammer om zo de score te openen. En ook de commentator's curse, want wie scoort er? Onuachu. Ja, uiteraard. Heine. Limbombe. Dit moet Abdoulawais eigenlijk gewoon uitspelen nu, want eventjes rondtikken, tot wanneer we rond die extra tijd zitten. Maar ik vrees dat Abdoulawais niet geduldig genoeg is om dit gewoon uit te spelen. En sowieso kan Miran niet meer aan de overkant geraken. Onuachu, Onuachu, wordt het meteen 0-2. Onuachu, oh nee.
En dan kan er nog getrapt worden, misschien door Torstvedt, of een bal gegeven worden, maar niet tot bij een ploegmaat. En ja, door een individueel foutje staat Abdullah Waiz eigenlijk gewoon 0-1 voor. Meer kunnen we van deze eerste helft denk ik niet zeggen. Nee, die laatste situatie kan hij misschien nog net iets beter afhaspelen, maar er was veel volk dat daar op de lijn stond. En ja, 60% balbezit voor Abdullah Waiz. Met zijn opstelling zit hij in een goede zetel en Miran heeft eigenlijk nog geen aanval op poten gezet. En gaat het nog moeilijk hebben die tweede helft. En zoals je zei, Abdullah Waiz moet dit gewoon zakelijk kunnen uitspelen. Maar dat is wel niet zijn sterkste kant. Nee, en hij speelt ook met die vijf man achteraan. Ja, dat zint Miran niet dat het lang duurt vooraleer we terug kunnen beginnen. Abdullah Waiz checkt nog eventjes wat statistiekjes en wat opstellingen en weet ik veel van Miran. Of de opstelling van Miran. En dan kunnen we eraan beginnen. Ja, het kan soms wel eens goed doen om even wat adem te nemen. En wat te wachten en je hoofd terug leeg te maken voor die tweede helft die eraan komt. En hij gaat Kouassi ook in het centrum van de defensie zitten en Wouters meer op links. Maar ja, dat is Abdullah Waiz, die wordt gecoacht. Die doet dit soort dingen in de hoop dat het voor hem dan de tweede helft beter gaat. Ja. Of dat hij dat kan volhouden. Kouassi nu die de lijnen mag uitzetten in de defensie, waar dus vijf man staat. Heinen gaat hem verliezen. Dan is er wel een foutje. Wordt dit een 0-6 voor Miran? Dan wordt het wel een hele zure dag. Heine. Limbombe. Torstvedt, dat is goed verdedigd. Een beetje agressief geweest in dat defensieve blok. En nu Miran. Wat wordt het nu? Van Damme. Beetje ruimte om op te schuiven. Vindt Storm. Druif. En Boni. Svet. Van Damme. En Wernersson. Goeie bal hoor. Ah, net iets te hard. Net iets te hard. En ja, zo gaat hij geen doelpunt maken hij tegen Abdullah Waiz. Hij is de wanhoop nabij soms, hoor, als je zijn gezicht ziet. Dat is wel fijn om een hele wedstrijd naar Miran eens te kijken, denk ik. Alleen al afgaande op zijn lichaamshouding. Kan je al een heel verhaal vertellen. Naar wie? Kaya. Vindt Van Damme. Storm. Wijnderson is mee. Kaya opnieuw. Oh, dan wou hij hem naar Boni steken, maar die struikelde precies wat. Waardoor hij de bal niet kon controleren. En dan gaan we counteren. Ito, tikje terug tot bij Preciado. Ah, dat is goed gedaan. Foutje daar van Miran, denk ik. Klopt, anders had hij hem bijna kunnen steken tot bij Ito. Torstvedt met de opening naar Uronen. Opletten dat hij de bal niet kwijtspeelt. Zo kan je Miran ook frustreren natuurlijk. Die bal lekker laten rondgaan. Dit zijn bijvoorbeeld wedstrijden waar een Jelle Maas naar moet kijken. Van hoe hou ik die bal deftig bij in mijn ploeg? Ja, zeker en vast. Dan kan hij zeker uit leren. Opletten nu, want wat gaat hij doen? Wat gaat hij doen? Iets speciaal. Tikje tot bij Ito. Oh, en we wou denk ik hetgene doen wat Sagmentato daarnet probeerde. Zero, sorry. Ja. Ja. En daarin lukte ook. Veel spelers die met een zet beginnen. Hè. Ik heb me er ook al aan mispakt daarnet. Zware kost voor ons. Wernersson. Oh, Storm. Dat komt maar net goed voor Wernersson. Balletje op Storm. Staat hij buitenspel of niet? Nee. Mag doorgaan. Dat is goed. Maar zo weinig aanspeelpunten. Dan maar terug naar Wernersson. En dan moet hij lateraal spelen. Tot bij Boni. Kaya. Krijgt een beetje ruimte. En dan wou hij tussen twee verdedigers van Genk doorspelen. Dat lukte niet. Uronen, bal kwijt. Ja, Miran probeert wel iets meer aan te vallen en dat gaat tot een doelpunt leiden. Druif met
Het goaltje, de splijtende doorsteekpaas. Ja, en Abdullah Waïs is opnieuw niet tevreden. Kan opnieuw de nul niet houden. Nee, het is een beetje hetzelfde verhaal als altijd eigenlijk. Hij laat zich wat in slaap wiegen en vergeet dan eigenlijk zijn eigen spel te spelen. En Miran, ja, die kwam goed opzetten. Kwam goed op de helft van Abdullah Waïs drukken. En dan trapte hij hem deze keer wel goed binnen. Niet op de paal. Dat is goed voor Miran, dat eens mee zit. Ja, en hij is misschien wel gefrustreerd, maar hij liet ons even inzage hebben in de statistieken van de wedstrijd. En beide heren hebben nog maar één keer tussen de palen getrapt. Miran zo net dus, daaruit gescoord. En Abdullah Waïs, ja, ze hebben allebei de ene kans die ze hadden aangegrepen en gescoord. Dus wat dat betreft, ja, moet Abdullah Waïs niet mekkeren natuurlijk. Hè, want nee, het inderdaad. Is net hetzelfde wat Miran nu doet in de ene kans die hij heeft scoren. 1-1 dus, alles opnieuw te herdoen. En dit met nog 20 minuten op de klok. Bongonda is er trouwens opgekomen. En ook Di Camargo is in de plaats van Storm gekomen. Rapti in de plaats van Boni. En Koveliers in de plaats van Druif, de doelpuntenmaker. Bongonda dus de enige wissel aan de kant van Racing Genk. Voorlopig is de verschrikkelijke 0 op 6 voor Miran even afgewimpeld. Mm-hmm. Maar 1 op 6, ook niet lekker. Nee, en 2 op 6 voor Abdullah Waïs, ook niet geweldig. Nee. Opletten nu wel. Rapti buitenspel. Het zijn twee jongens tegenover elkaar die wel eens wat mogen wakker geschud worden, hoor. Na 7 speeldagen. Daar heb je wel gelijk in. Ito. En Preciado. Vooral als je weet dat ze alle twee meer kunnen. Hè. Ja, dat vooral. En wat mij ook opvalt, is dat je merkt bij die echte skillers dat ze toch de step over missen. Hè. Ze proberen hem soms nog af en toe, maar hebben dan vrij snel door dat hij niet snel genoeg is. En moeten dan met iets anders komen. Maar als ik voor hen mag spreken, ik denk dat we hem allemaal missen. Ja, klopt. Maar het is nu eenmaal een situatie waaraan je moet aanpassen. En de ene doet dat dan, denk ik, ietsje vlotter dan de andere. Klopt. En als beide heren graag die step over gebruikten, dan moeten ze dringend iets anders verzinnen. Ja, Abdullah Waïs gaat nu ook richting die 4-2-3-1 toch klaarzetten, dat hij op die manier nog kan switchen. Er moet iets gebeuren. Hè? Abdullah Waïs moet zeker voor die 3 punten gaan. Daar bestaat geen twijfel over. 77ste minuut. Munoz is naar de kant gegaan. En dat is in de plaats van Ooyen. Dus dat is toch een verdediger eruit voor een aanvallende ingestelde kracht erbij. Opletten, Bongonda. Die had volgens mij al kunnen trappen in de korte hoek. Het wordt een penalty. Oh nee. Ik denk dat Miran zijn controller wil weggooien. Dit is belachelijk, Matthias. Daar moeten we dit is al de tweede keer, hoor, deze dag dat we zo'n rare penaltyfase meemaken. En natuurlijk gaat Abdullah Waïs de kans in. Dat liggen toch wel. Hij trapt hem tegen de paal. De voetbalgoden zijn Miran gunstig gezind. Hij schrikt er zelf even van. Ja. Want kon die bal daar niet bij houden. Met een gelukje kan hij zelf nog inwerpen. En is het KV Mechelen nu in de tegenaanval. En opletten natuurlijk. Want Abdullah Waïs heeft al een keer iets meegemaakt. Dat hij dus tegen de paal trapte. En de fase daarop. Was het Bongonda dat de penalty nam? Ik ben het kwijt. Nee, ik kan het niet meer zeggen. Sorry. Maar dit kan eigenlijk niet. Hè. Een penalty moet toch altijd binnen het kader dat de keeper hem pakt. Oké. Maar dat hij die op de paal trapt, dat mag niet. Limbombe. Wou hem ook wel snel geven die penalty, waardoor hij de indruk misschien gaf dat hij hem centraal zou trappen. Hier is Bongonda nu. Voet, hoor. Echt een perfecte wedstrijd van Simon Voet voor Miran. En een lange bal zowaar nog eens. Niet te vaak gezien vandaag. Ja, ze dwarrelt over de zijlijn. Het is money time. 85ste minuut. Wie scoort, die wint, denk ik. Zo niet, dan hebben we opnieuw een gelijkspel. Ja, dan gaan er een aantal jongens vloeken vandaag, denk ik. Geen buitenspel. Bongonda gaat door. Bongonda kruipt naar binnen. Ito en Torstvedt. De opening op Ooyen. Die zit nog fris in de benen.
Heerlijk hoe hij die skills begint en dan cancelt. 89ste minuut, het is de moment voor Abdoulaye, want Miran gaat niet meer tot aan de goal komen van Van de Voort. Enkel Miran kan nog hopen op een gelijkspel en een kaarsje gaat branden. Nee, het is niet waar. Het is toch niet waar voor Miran. Je voelde het, hè? Thijs. Het is niet waar. Het is niet waar. Je voelde het aankomen van bij Abdoulaye, dat hij nog één kans ging krijgen. En dan is het eigenlijk vanuit een heel scherpe hoek. En die keeper zit er eigenlijk volledig naast. En dit is heel erg jammer voor Miran. Dit is onwaarschijnlijk jammer voor Miran. Maar zo'n belangrijk doelpunt voor Abdoulaye. Er zijn nog net geen traantjes, denk ik, Thijs. Nee, ik denk het ook. Wel. En een moeizaam spelende Abdoulaye heeft het echt moeilijk gehad vandaag. Pakt wel een driepunter toch nog. Ja, een 4-6 tegen Zak Bentato. Dat puntje was tegen Zak Bentato is geen ramp. Maar deze win had hij echt nodig en die pakt hij. En dat is goed dat hij dat nu wel kan. Tot op dat laatste moment doorgaan om dan nog dat doelpunt te maken. Een klein beetje meeval, klein beetje pech ook met die penalty op de paal. Maar dan die bal die er in de laatste minuut, korte hoek over die keeper. Dit is gewoon wat Abdoulaye week in week uit moet doen. Mentaal sterk blijven tot het einde. Ja, en Miran? Ja, dat is 0-6 vandaag. Ja, dat is geen geweldige dag. En verdient misschien ook wel meer. Verdienen denk ik tegen Cercle wel een gelijk spel. En hier eigenlijk ook. Ja, hij zal zichzelf in de haren krabben als hij de twee wedstrijden van vandaag nog eens herbekijkt. Maar goed, ja, geen punten voor Miran. Wel voor Abdoulaye, die op deze manier weer de andere jongens uit de top 8 het vuur aan de schenen kan leggen. Goed, Thijs, we hebben alles gehad voor vandaag, alle wedstrijden van speeldag 7. Miran en Abdoulaye hebben hun wedstrijd van de zesde speeldag ingehaald. En hierdoor krijgen we deze stand. En zoals we dus zeiden, Abdoulaye, die wel nog steeds in de rechterkolom van het klassement blijft met 10 punten tot nu toe. Ja. En op die manier blijft beuken aan de poorten, zullen we maar zeggen, van de top 8, maar er niet in zit. Nee, nog niet. En, maar als hij de volgende weken laat zien wat hij vandaag getoond heeft, is dat hij tegen Zak Bentato resultaat kan spelen. Dat hebben ze eigenlijk allebei gedaan. En dan ook tegen een Miran tot het laatste moment kan doorduwen om nog dat doelpunt te maken. Ja, dan gaat hij wel stilletjes aan die top 8 binnenkomen. Maar er zitten een aantal onverwachte kleppers. Zimmet. Ik denk dat niemand die zo hoog had verwacht, zo snel in het seizoen. Ja. En een aantal andere jongens. Ionel zit daar ook nog. Van een nieuwe jongen verwacht ook niemand dat. Dus het wordt echt drummen en heel spannend. Zo snel in de competitie eigenlijk al. Ja, absoluut. Het vervolg van de Proximus e-Pro League zal ietsje sneller zijn dan anders. Want net zoals, wat was het, 2 weken geleden, gaan we zowel dus op vandaag, woensdag, als op aankomende zaterdag, de volgende speeldag al meteen hebben, speeldag 8. En Thijs, ik zou zeggen, pink ook geen traantje weg, want je gaat het zonder mij moeten doen eens. Ja. En je zal het met iemand anders aan je zijde moeten doen. Maar wie dat wordt, dat houden we nog als een kleine verrassing in petto. Alleszins, Thijs, doe het goed komende zaterdag met je mystery guest voor speeldag 8 van de Proximus e-Pro League. Wij danken u voor het kijken op deze woensdagnamiddag en tot een volgende keer bij 11 Sports. Ciao.